proberen te inbakeren. Hallo, goedemorgen op deze maandag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen en het is rete warm. We mogen natuurlijk niet klagen, maar ik ga het toch doen. Want het is overal in huis zo heet bij ons. Het is niet normaal. En ik zit ook nog eens een keer hier aan vast. Heel fijn hoor, maar hij wil dus alleen maar hierin slapen. Maar daarover mag ik ook niks klagen, want dat is alleen overdag zo. Ja, daar loop ik weer onderweg naar de supermarkt. Het huis ontvlucht. Ik voel me echt een hele duffe huismuts. Zie je dat daar? Zo'n hele stoere kerel met een zwarte motor. Ik wil ook motorrijden. Alleen. Nee hoor, zo erg is het ook weer niet. Ik voel me niet zo heel duf. Behalve dan dat ik wel met een boek naar de supermarkt aan het lopen ben. En mijn baby. Om vervolgens een lekker receptje te gaan maken straks. Nou, we houden er de moeite in. Gezellige muziek hier erbij. Oh yeah. Oh, ik dacht dat je sliep. Maar ik stopte natuurlijk. Hey loopbroekie. Ja toch? Ja toch? Ik ga een koffietje maken. Decafé. Ja, ik doe het er maar mee. Het moet maar, want blijkbaar is koffie niet zo goed wanneer je borstvoeding geeft en een nogal onrustig babytje hebt. De afgelopen dagen had ik steeds gewoon één koffietje gedaan per dag. Maar ook daar stop ik nu weer even mee, want alles voor een rustige baby natuurlijk. Perfect timing, want eten staat in de oven. En ik ga nu kijken of Jax al wakker wordt, want volgens mij hoorde ik net iets. Als hij nu namelijk eventjes wil drinken, dan hebben we straks mooi tijd om te eten. Hallo. Ga ik even lekker je zakje openmaken. Kun je uitrekken, hè? Ja. Even neerzetten. Dat vindt hij lekker. Hij wil zich altijd even lekker kunnen uitrekken. Schatje. Hij is nog helemaal een beetje aan het bijkomen. Zo, een hele goede morgen. Een hele goede morgen. Het is dinsdag vandaag en Jaxie heeft goed geslapen. En daarna in de ochtend weer eventjes geslapen. Ja, yeah, daar word je vrolijk van, hè? Gaat hij heel erg van lachen als hij goed slaapt. En nu ga ik ik heb hem net gevoed en ik ga hem nu eventjes in het badje doen. En dan gaan we lekker weer slapen. En dan ga ik hem proberen te inbakeren in de pakkoedoek. Nou, daar gaan we dan. Aangezien dit ventje overdag niet wilt slapen, gaan we hem nu proberen in te bakeren. Nou, naar zijn bedje brengen. Nou, de lieve schat, we hebben trouwens hier in Jola de kamer, hebben wij overdag haar kamer eventjes opgeëist als voedingsplekje. Dus hier zit ik nu steeds overdag. Lekker fris onder het raam borstvoeding te geven. Nou, zoals jullie net zagen, hij was heel erg overstuur. Hij heeft een uur geslapen in de pakkoedoek. En na dat uur werd hij ineens best wel hysterisch wakker. En eerst heb ik geprobeerd om weer terug in slaap te krijgen. Ik denk ongeveer een half uur. En toen dacht ik van, nou, ik ga maar gewoon borstvoeding geven. Het was nog maar 2 uurtjes geleden dat hij had gehad. Maar ik zit ook te denken, ja, het is super heet. Misschien dat hij wel gewoon behoefte heeft aan wat meer vandaag. Schat. De meiden ophalen van school. Ik moest toch wel echt even één keertje eruit, hoor. Eventjes een beetje wandelen. Dat is echt wel lekker voor hem. Tuurlijk. Kan niet anders. As we speak ligt Jax te slapen en dat vind ik echt heel erg knap van hem. Dit is het bewijs, dit is alive.
Ik ben nu al blij met inbakeren. Ik vind het een beetje heftig, vooral op zo'n warme dag, maar toch blij mee. En ik heb trouwens de zomerversie van de Paco Look. Dus dat is goed voor deze temperaturen. I feel you. Goede afloop, dat betekent laatste voeding boven in bed en daarna Jax ook in bed. En dat ritueeltje gaat zo goed dat hij nu al bijna... Is het al een week? Of is het vanaf dit weekend? Nou, in ieder geval niet meer voor de nachtvoeding komt. Dus heerlijk, ik kan er nu ook echt wel een beetje van uitgaan dat het niet meer gebeurt. Doe ik ook gewoon. Ik kan het alleen maar tegenvallen. Het is heel erg heet vooral. Het is nu ook aan het regenen. Echt zo'n tropische regenbui met onweer erbij. Je kent het wel, altijd hetzelfde in Nederland als het een paar dagen warm weer is geweest. Maar sorry dat ik erover klaag. Dit hoeft ook niet meer hoor, voor mij 30 graden. Nee. Oké, dank jullie wel voor het kijken. Abonneer en geef een duimpje of niet. In ieder geval zou ik het wel heel erg tof vinden. En tot de volgende vlog. Maar weer, doei! Rock that joint.